Hallo allemaal, om een stukje hier. Jawel, en het eerste potje in de Keizer is een feit. Ik moet wel even zeggen dat ik hem gewoon even gekocht heb, want het duurde me wat lang. En net zoals in de potjes van de Nassau is Tjerk ook weer aanwezig. Tjerk, hallo! Hallo, ome Slikkem! En Lorenzo luistert ook mee en kan helaas nog niet meespelen, maar hallo Lorenzo! Hey, hallo! Het eerste potje en Tjerk, ik heb er wat vaker mee gespeeld. Wat vind je ervan? Ik vind het een leuk ding. Nou, mijn mening is AP schieten. AP. Want dat doet hij toch echt wel goed, hoor. Oké, nou, ik ben benieuwd. Ik heb het op jouw advies heb ik het nu geladen. En kan ik gelijk eens even kijken of inderdaad... Nee, die middelste turret, ja, die komt er wel doorheen, hè? Ja, die komt die draait gewoon ertussen door. Wat apart is dat, zeg. Om het zo maar eventjes te zeggen. Ik moet zeggen, je hebt niet veel bereik met het ding, hoor. Nee, want je ziet het... broadside liggen, wil je wat doen. Levensgevaarlijk natuurlijk, maar goed. Dat is... ik heb nu alle turrets naar één kant. Wat aparte configuraties dit. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar we zijn in ieder geval onderweg naar A. En ik zal eens even kijken wat de range is. 13,3 kilometer. Ik ben nog compleet stok. Ben jij nog compleet stok of nee? Nee, ik heb hem compleet geüpt. Oké, wat dan loop jij harder sowieso. Maar wat is jouw range dan nu? Dat is wel even prettig voor de kijkers om te weten. Die van mij is, even koeken, 13,5 ongeveer. Oké, dus er komt 1,5 kilometer ongeveer bij. Nou, dat is toch genoeg. Nou, het eerste slachtoffer is onderweg. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind het tot nu toe leuke schepen in ieder geval. Kan niet anders zeggen. Ik vind het er gewoon leuk uitzien. Ja. Ja, en het is een beetje... want voor die tijd, hè, dat was ook met die Nassau. Ja, ik weet niet hoe oud deze schepen zijn, maar die Nassau is denk ik toch een beetje uit de periode van de St. Louis, misschien iets later. En die St. Louis heeft alle kanonnen zeg maar single aan een kant zitten. En deze had al echt helemaal turrets, die Nassau en zo. Dus ik vond het eigenlijk wel zeer opvallend. Maar dan moeten we eigenlijk eens een keer de geschiedenisboeken induiken. Om dat eens helemaal goed uit te zoeken. Want wat loop jij nu als top? 23 of zo? 24. 24, ja. Ah, is toch wel sneller. Ik hoop dat ik jou voorbij ben voordat we bij die eilandjes zijn. Ja, anders ga ik wel even van het gas af, hoor. Hey, wij kunnen met z'n tweetjes wel door die eilandjes heen. Ik trap hem even van het gas af, moet je kijken. Ha, dat gaat hard, joh, die Tjerk. Maar een aparte configuratie met die turrets er doorheen. Pas op, hè. Voor wat? Oh! Oh! Ja, die zit voor mij achter een eiland. Ja, ik kon er nog net iets overheen komen. Doe je ook nog damage? Ik hoop dat ik hem raak. Nee, ik raak hem dus niet. Ik was er al bang voor, maar... geschoten is altijd mis. Oh, die Phoenix, die gaat dadelijk happen. Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, ik heb toch wel een redelijk engel er nu nog op zitten. Zit even te kijken. Ja, dan ben je hem nu kwijt. Nou, dat is toch... Het is niet volledig broadside, maar het is wel vrij broadside. Ja. Hartstikke idee. Nou. Ik zit heel even jouw schoten af te wachten. Ja, hij takt natuurlijk af. Dus even kijken wat hij nu doet. Maar ik heb 3 overpens. 3? Yep. Nou. Hoppa, shots out, zou Perry zeggen. En dat is... zo, 1 hitje, 2739 damage. Wat is de herlaadheid van die malle apparaten eigenlijk? 26 seconden. 25, 26. Oh ja, tuurlijk, ik word weer onder vuur genomen. Echt niet. Echt wel. Ik krijg klappen, maar ik krijg geen damage. Ja. Was je op voor die Svetlana? Ja. Ga jij die Phoenix nu knallen of niet? Ja, als ik herladen ben wel, ja. Ik ben al herladen. Oh, dan ga je schieten. Ik zag het net op tijd. Op die sledlana. Hey, dochter. Hoppakee. Oh, zo. 2 penetrations. Over penetrations dan. Die sledlana die takt af. Ja, daar was ik al bang voor. Er ligt een klein huftetje gewijf op die Koningsberg. Even geduld. Ah, yes, hij haalt het niet. Wat niet?
die torpedo's. Ah, die torpjes? Nee. Ik had ze vol gehad, hè? Ja, ik ook. Goedemorgen, Koningsberg. Hallo. Hallo, Citadel. Tja! Hoppakee. Dat weten we zeer. Eens even kijken of ik dat trucje ook kan. Ja hoor! Ja hoor! Marcel! Ja, nou wel een leuk bootje. Nou wel een leuk bootje. Waarom heb jij ze nog niet, Lorenzo eigenlijk? Sorry, wat zei je? Waarom heb jij de Duitsers nog niet? Ik ben er ook mee bezig nu. Ah, je bent er wel mee bezig? Ah, oh, oké. Okay. Die keizer erachter ligt iets mooier. Maar hij zit nog in T... Dan kan ik niet bij. Nog in T3, dus daarom. Ah, je zit nog in de Nassau. Oh, ja. Oké. Okay. Nou, mocht je vrij XP hebben, dan zou ik die kunnen skippen als ik jou was. Want die is heel erg leuk, maar ik zou niet het geld eraan uitgeven om... even opletten. Om alles te upgraden. Deze is trouwens wel een stuk minder, of een stuk accurater dan die andere, heb ik het idee, Tjerk. Maar dat idee had ik ook al. Want op deze afstand schiet ik toch aardig flat out. Aardig raak. Hoppa. Oh. Oh. Hij is bang voor ons. Ja, snap ik. Boys, ze zijn allemaal aan het bang voor ons. Beetje een lucky shot dit, maar misschien raken nog even goed damage. Van de zijkant, hij ligt goed geëngeld. Gewoon compleet eromheen, zo knap. Dit vind ik knap. Waarom schiet battleships met AE? Nou, dat deden wij gisteren toch ook in die Nassau. Ja, dat is waar. Dat schoot gewoon wat lekker nog. Nou ja, 20% in de fik zetten is nogal wat natuurlijk. Het hele team ligt trouwens ook aan deze kant. Ik ga trouwens draaien. Oeh, wat draait dit traag. Ho. Goedemiddag. Goedemorgen. Die keizer gaat achteruit, hè? Die. My. Dus even concentreren. Die keizer voor ons die ligt namelijk gewoon de kant te huggen. Weer een overpenetratend. Maar wij moeten wel gaan... kan jij even naar de capture area gaan? Ik was onderweg. Oh, oké. Sommige mensen zullen dit geen fijne boot vinden, maar... Ik vind hem... Ja, hij is wat traag, inderdaad. Ik ga mijn kanon nou even omgooien, hoor. Oh, dat is te ver achter slik. Oeh. Ja, die ga ik ook onder andere nemen. Die ligt er namelijk echt perfect voor gewoon. Om eens eventjes flink wat broadsides op zijn kanarie te krijgen. Dus even kijken, want we staan relatief goed voor. Oh, die beweegt gewoon niet. Oké. Okay. Ja, die kanon is inderdaad niet echt heel erg snel, nee. En verder is hij gewoon goed. Dit bootje, jazeker. Ja, ik vind wel wat eigenlijk. Ja, ik vind het gewoon goed.
Ah, gewoon mis. Hoe krijg je het eroverheen, Slik? Niet te geloven. Dat was toch echt een waterlijntje, denk ik dan. Maar goed, maakt niet uit. We gaan vrolijk verder. Is hij van mij? Zeker weten, hartstikke idee. Kill stealing. Ach. Oeh, dat waren wel flinke klappen. Van wie doet dat? Die andere keizer. Goh, verrassend dat er nog een keizer tegenkomen, hé. Ik kan nog even. Lucky shot. Oh. Oh, eromheen. Ik weet niet wat. Oh, hij is weg. Hij is er niet. Is hij stuk? Zo. Want waarom hebben wij nog steeds geen A? Ik wil wel zeggen. Waarom duurt dat capturen zo lang? 2739 damage, jongen! Ja, toch half. Oh, ik zit op 39 in totaal. Even een repairtje. Ik ben hem als durst eruit aan het schieten. Bij wie? Oh, bij hem. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dit is wel weer een lachen bootje, hoor. Nog niet geüpgrade en dan nu al... wat is het? Bijna 40k damage hebben. En hij is natuurlijk relatief lekker snel. Alleen na die turrets. Die draaien echt voor geen meter gewoon. Oh, dat zou lekker zijn als die goed zijn. Oh, dat was toch echt... Ze zijn wel sterk, om het zo maar even te zeggen, de bootjes. Ze kunnen wel wat laaien. Ja. Oh, die komt eraan, die keizer. Als die het hoekje omkomt, gaat hij zich op de pestpokken schrikken. Maar hij komt niet het hoekje om. Wel. Waar vaart hij heen? Kan je dat zien? Vaart hij nog wel vooruit? Oh ja, hij vaart wel vooruit. Ja, tegen dat wrak aan. Ah, vandaar dat het zo lang duurt. Iets verder. Oh. Zie je geen citadel tussen zit? Zit geen citadel tussen. Oké. Ik krijg wel ruzie met een andere keizer zo direct, ben ik bang voor. Ah, oh, ik heb nog vriendjes bij me, dus dat komt wel goed. Die takt hem af. Geef me die citadel nou eens even. 9000, jongen! Ja, daar zit ik ook op te wachten als ik heel eerlijk ben. Hoe straks deed je dat zo lekker? Waar is ze mee? Ben jij dood? Ja. Wat doe je nou? Ja. Oeh. Ik dacht dat ik het best aardig gedaan had. Ja hoor, 3 hits, geen damage. Wat is dat dan weer voor onzin? Het is wel weer een beetje het liedje dezelfde, om het zo maar even te zeggen. Oh, netjes Koningsberg. It is me, Mario. Het was hem, Keizer. Gewoon compleet omheen, hè? Dankjewel. Hey. Goed, wat hebben we dan nog meer? Regroup at B. Ik heb 3 kills, heb ik.
Op Wyoming. Daar kun je mee gemaakt hebben. Dat zou je toch wel verwachten inderdaad, ja. Alleen, we moeten wel bezig zien te capturen zo langzamerhand. Want we staan achter. Ja, met nog 4 minuten op de klok. Ja, daarom. Is niet veel. Dan is het een lang potje dit. Zo langzamerhand. Is een lang filmpje. Er ligt een kamikaze erachter. Nou, ik ben bang dat dit een losje gaat worden. Ik ben er ook bang voor. En dat zou Sun zijn. Oh, die Wyoming, let op je. Oh, dat zeggen we. Wat hebben we? Hebben we nog... Nee, oh, we zijn maar met z'n tweeën. Het is 2-2. Bij ons is het 4-1. Oeh, en jij bent op de 4? Ja. Die Koudersberg kan mij gewoon wel... Kan ik hem ook raken? Het zou toch even prettig zijn als ik hem nog eventjes kapot giet namelijk. Geen damage. Het probleem is alleen dat dat het rotjocht er nog ligt ergens. Oh, die ligt in B, geheid. Ja, daarom. Dan ga ik toch maar even die laatste repair nog even gebruiken zo. En als onze grote vriend Terminator nou eventjes op zoek gaat naar B. Ja, ik ben detected. Wiggle, wiggle. Dan ga ik eens even kijken of ik die Koningsberg eens even op een klappen kan geven. Want we staan wel heel erg achter, hè. Ja, maar het moet kunnen. Ja, nog. Een hij moet dood. Ja, en hij takt hem af, waar gaat hij heen? Hij draaide hem net terug. Ja, daarom, daar hoopte ik op, maar. Net ervoor langs, gaat zakken. Nou, zijn vuurballen aan zijn jongen. Ja, en daar is die Koningsberg toch wel een beetje goed in. Ja. En waar zou die kamikaze R zijn inmiddels? Daar maak ik me eigenlijk best wel een beetje druk om. Vlakbij. Ja. Zie je wel. Moet ik enorm op gaan passen. Kom op, draaien met die turrets. Kom op. Torps. Ja, niet zo'n klein beetje ook zeg. Wow! 18.000 in één keer. Nou, leuk potje. Wachten we eventjes af, hè. Dus ik ga even de stream. En dan gaan we even kijken naar het einde. Dus ik zet hem even pauze. En we zijn weer terug op het eindscherm. Nou, ik ben niet ontevreden. 62.000 damage. 1 citadel hit. Maar Tjerk, hoeveel heb jij er? Ook 1. Ook 1. Het wou niet vandaag. Nee, dat is 144.000 credits. Nou, 1092 XP, maar dat helpt ook niet dat we verloren hebben. 3 is schepen naar de haaien en 47 target hits. Even kijken naar de teamscore. Tweede en vierde. Oh. Hè? Geinig. Detailed report, wie heb ik het meest schade gedaan? 12.000 op een keizertje. En ik heb er aardig wat schepen geraakt in ieder geval. Ik vind het in ieder geval een leuk schip, Tjerk. Ja, ik vind het ook een leuk ding. Dat is, en ik heb weer een Commander XP'tje erbij. Die kunnen we dus zo direct weer toevoegen. Dus leuk. We gaan er lekker mee verder en upgraden. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Mocht je vragen hebben, kan je ze stellen via de comment sectie op YouTube. Vind je mijn filmpjes nou tof? Hè? Druk even op die duim omhoog knop. Of word lid van mijn YouTube kanaal. Dat zou ik helemaal tof vinden. Tot de volgende keer en tot op zee. Hoi hoi. Hoi hoi.